De keeper, waarvoor hartelijk dank, waren we ook weer erg blij allemaal. Maar geen enkele gecreëerde kans. En vanavond één, die laatste, die goal, perfect. Zo is het. Maar als de linkerkant en de rechterkant bezet zijn met iemand met een goed been, dan krijg je dit soort situaties. Maar had Kuyt in die positie gestaan, was die voorzet niet aangekomen. Nee, je ziet ze allemaal voorbij komen. Het zijn er inderdaad echt... Alleen André Ooyer voor John Heitinga, die er vanwege privéomstandigheden niet bij is. Een 4-3-3 opstelling met Van Persie en Babel aan de zijkanten. Maar de Albanese met de eerste kans. Bogdani, maar er is geduwd, zegt scheidsrechter Mike Riley uit Engeland. En Van Persie staat er op de doellijn en Van der Sar in tweede instantie, maar die redding is dus niet nodig. Sneijder en Van Persie met een vrije trap. Doelman laat de bal los, alleen is er geen spits, geen Van Nistelrooy om dan de bal in te tikken. Maar het loopt niet bij Nederland. Dit is Otto Baric, de coach uit Kroatië. Nu dus bondscoach van Albanië. En die ziet dat zijn ploeg vooral uit dode spelmomenten wel kansen creëert. Hier is Duro. Bal is nog aangeraakt. Maar de Albanese creëren dus mogelijkheden. En Nederland zoekt. Er komt weinig, zo eigenlijk niets vanaf de zijkanten. Van Nistelrooy wordt niet bereikt. Sneijder breidt met de Zeeuw. En dan is er dus een kans vanuit de tweede lijn. Een schot van Demi de Zeeuw, de controlerende middenvelder in het elftal van Van Basten. Weer duw- en trekwerk. Weer een vrije trap voor Albanië. En dan de kopbal van Melchiot in eigen doel. Een zuiver doelpunt zou je zeggen. Alleen heeft Riley weer wat duwen gezien van de spitsen van Albanië. Maar hier komt Nederland heel goed weg. En dat weet ook bondscoach Marco van Basten. 0-0 bij rust. Een heel slecht Nederlands elftal. De tweede helft, het eerste kwartier, is gewoon voor Albanië. De ploeg creëert betere kansen. Hier is Bouchy, de invaller. Loopt bijna over Van der Sar heen. En de verdediging is zwak. En de toeschouwers, de supporters van Albanië, hebben een goede avond. Want er komt weer een kans voor de Albanese. Bogdani kopt en het schot uit de tweede lijn. Is Van Kana. En een schitterende redding voor Van der Sar. En eigenlijk is het Van der Sar die het Nederlands elftal overeind houdt in Tirana. Met de Zeeuw. En Sneijder. Sneijder weer uit de tweede lijn. Goed schot. En goed gepakt door doelman Arjan Begay. Doelman van Albanië. Maar geen uitgespeelde kans. Geen vloeiende combinatie. Niets van dat alles. En dan in de slotfase. Dit moment Riley geeft rood aan Kana wegens een kopstoot. Van Nistelrooy bemoeit zich ermee. Een opstootje. En de Albanese moeten verder met 10 man. Tumultueus de slotfase in Tirana. 5 minuten zegt Baric nog. Zo, dat is veel. En dan in de eerste minuut van de blessuretijd. Emanuelsson aan de linkerkant. En Van Nistelrooy, daar is hij dan toch. Geen bal geraakt. Maar dan maakt hij de winnende treffer. Ruud van Nistelrooy, onzichtbaar in deze wedstrijd. Op aangeven van Emanuelsson is het dan toch die echte spits. En doet hij wat hij moet doen. Scoren en levert Nederland 3 punten. Oranje wint. Zeer, zeer moeizaam en met slecht voetbal van Albanië. Ja, ongelofelijke wedstrijd. We gaan erover napraten natuurlijk met Jurie Mulder, onze analist. En voor...